Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! Ja hoor, hij zit er. Iedere vrijdag Massie Houtek. Goedemiddag Massie. Goedemiddag. Waar heb je het over? Over Paul Rosemuller. Niet Kim Kardashian, niet Donald Trump, maar onze eigen Paul Rosemuller heeft officieel de meest nietszeggende carrière ter wereld. Als voorzitter van de Raad Voortgezet Onderwijs moet Paul af en toe een abstracte uitspraak doen over het onderwijs, iets waar hij absoluut geen verstand van heeft, onderbouwend met holle frasen als kwaliteit boven kwantiteit en onderwijs is niet alleen een lokaal met kinderen en een leraar ervoor. Interessant. Vooral dat je daarmee je cash binnenhaalt. Iets wat hij in zijn tijd als politicus van GroenLinks principieel afkeurde. Maar goed, een politicus met principes is als een prostituee met een beugel. Het klinkt lekkerder dan het in werkelijkheid is. Deze week haalde Paul weer de krant. Middelbare scholen moeten meer bereiken met minder uren. Hij pleit voor zelfstandig werken van leerlingen. In mijn klas heeft toch echt elke leerling een handelingsplan en een medisch dossier, aangezien de bezuinigingen het speciaal onderwijs lieten verdwijnen. Het meest zelfstandige dat mijn leerlingen doen is 's ochtends de bus naar school pakken en soms vraag ik mezelf af wanneer ze daarmee stoppen. Paul wil ook dat leerlingen meer stages lopen, maar meneer Rosemuller, Khadija wordt nergens toegelaten omdat ze een hoofddoek draagt. Wacht, volgens mij mis ik hier het punt. Het gaat Paul Rosemuller, net als Sander Dekker, helemaal niet om mijn zwarte VMBO-school in Amsterdam-Noord als het over onderwijs in Nederland hebben. Het gaat ze om dat vierde gymnasium waarvan de rector een ruktor bleek. Dat moet excellent worden. Ik krijg zo langzamerhand het idee dat deze heren naast dezelfde destructieve onderwijsvisie voor ons land ook dezelfde lakens delen. Paul aan de ene kant van het bed en Sander aan de andere. In het midden vastgebonden aan handen en voeten liggen kinderen. 50 tinten grijs in het onderwijs. En mijn leerlingen betalen de prijs. Massie Houtek, leraar op een school in Amsterdam-Noord, hè? Yes. Even bij vermeld. Dankjewel, tot volgende week. Tot volgende week.